hoort vaak dat koffie niet goed voor je zou zijn. En dat is een misverstand. Het is wel goed voor je. Hoe dat zit, dat leg ik je uit. Hier in de werkplaats. Over koffie zijn echt kilo's aan studies geschreven. Over koffie en hart- en vaatziekten, Parkinson, diabetes, kanker, over hoe lang je leeft, noem het maar op. Deze studie bijvoorbeeld, Coffee Drinking and Mortality. En ze hebben gevonden dat mensen die meer koffie drinken, langer leven hebben dan mensen die weinig koffie drinken. En dit is een studie onder 4000 Nederlanders die ooit een hartinfarct hebben gehad. Mensen die 3 à 4 kopjes per dag drinken, die hebben een 30% lager risico op terugkeer van een hartinfarct en op vroegtijdig overlijden. Maar in de wetenschap heb je pas echt een goed antwoord als je meerdere studies over hetzelfde onderwerp hebt. Want dan kun je een overkoepelende studie maken. Een umbrella study. Daaronder breng je al die verschillende onderzoeken samen. In een umbrella review van een paar jaar geleden trokken wetenschappers de conclusie dat koffie echt geen kanker veroorzaakt. En zelfs dat koffie het risico op bepaalde kankersoorten zoals leverkanker kan verkleinen. Met andere woorden, koffie is dus echt goed voor je gezondheid. Als je iedere dag 3 tot 4 kopjes koffie drinkt, dan neemt je risico dat je vroegtijdig sterft aan hart- en vaatziekten met 30% af. Datzelfde geldt voor leverziektes. Ook hier verlaagt 3 tot 4 kopjes koffie per dag je risico met zo'n 30%. Het risico op leverkanker daalt zelfs met 45% bij 3 kopjes koffie per dag. Maar koffie lijkt daarnaast ook nog het risico op darmkanker en op baarmoederkanker te verkleinen. Koffie bestaat uit honderden verschillende stoffen die allemaal wat anders doen. En de bekendste daarvan is natuurlijk cafeïne. Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel, waardoor je alerter wordt en je beter kunt concentreren. En je wordt er ook actiever van. Dat is onderzocht met 2 groepen proefpersonen. Beide groepen dachten dat ze gewone koffie te drinken kregen, maar deze groep kreeg stiekem decaf. En toen bleek dat die koffiedrinkers veel meer stappen zetten per dag dan die decafdrinkers. En dat was geen toeval, want die groepen werden ook nog eens omgedraaid. In de tweede fase van het experiment kreeg nu die eerste groep stiekem decaf en die tweede groep echte koffie. En nu was het de tweede groep die veel meer stappen zette. In koffie zit ook chlorogeenzuur. En mogelijk voorkomt deze stof dat je lever te veel vet opslaat. En dat wil je niet, want een vette lever kan leiden tot leverziekte en dat kan weer leiden tot leverkanker. Toch is koffie niet per se alleen maar goed voor je. 1 verdachte stof die ooit in het nieuws was, is acrylamide. Dat is een kankerverwekkend stofje dat ook in chips, koekjes en patat kan zitten. Maar ja, in koffie zit er zo weinig in, dat kun je wel vergeten. Anders zit het met kaverstol en kaveol. Dat zijn vetstofjes die je lichaam aanzetten tot het maken van een slechte variant cholesterol, het LDL-cholesterol. En als je daar te veel van hebt in je bloed, dan verhoogt dat je kans op hart- en vaatziekten. Gelukkig kun je voorkomen dat je die kaverstol en kaveol binnenkrijgt. En dat doe je heel simpel. Met een filter. Dat laat de kleinere stoffen zoals cafeïne door. Maar kaverstol en kaveol zijn veel groter. En die stoffen komen niet door zo'n filter heen. Ja, en wat is nou een goed filter? Nou, je ziet in ieder geval sowieso goed met filterkoffie. De papieren filters die houden bijna alle kaverstol en kaveol wel tegen. Dat geldt ook voor de koffie van de koffiepads en voor oploskoffie, want die is al gefilterd in de fabriek. Koffie uit een automaat heeft soms een filter, maar niet altijd. En dat zul je zelf moeten uitzoeken of jouw machine die kaverstol en kaveol tegenhoudt. Waar het in ieder geval niet gebeurt, dat is bij koffie uit zo'n mooi Italiaans mokkapotje. Die heeft geen filter, dus die houdt die kaverstol en kaveol niet tegen. En dat geldt ook voor de espresso en voor koffiecups. Niet supergezond dus. Maar wat echt niet goed voor je cholesterol is, is koffie waarbij die gemalen koffie vrij door het water zweeft en geen enkel filter tegenkomt. Denk aan Turkse koffie en koffie uit een cafetière, een French press. Daarin komt te veel kaverstol en kaviool in je kopje koffie terecht. Maar met deze koffiesoorten zit je dus goed. Als je je koffie maar zwart of met melk drinkt.
Sommige mensen doen natuurlijk suiker in de koffie. En dat zijn natuurlijk calorieën die je helemaal niet nodig hebt. En de nu zo populaire koffiesiroopjes, dat zijn ook dikmakers als je die vaak kiest. Daarmee werk je die positieve effecten van koffie eigenlijk weer tegen. Want de essentie van koffie is een drank met nauwelijks calorieën. Dus, proost! Ecstasy is illegaal, maar betekent dat ook dat het schadelijker is dan alcohol? Ik ben Gjald Jorn en in de volgende aflevering ga ik het je uitleggen.